graag zometeen gaan lezen uit Psalm 45. En dan ook gaan zingen, Psalm 45, vers 1. Dus we gaan zometeen eerst met elkaar zingen, Psalm 45, vers 1. En daarna gaan we lezen uit Psalm 45, onberijmd. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. We gaan nu eerst zingen op Psalm 45, vers 1. Samen lezen Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefden voor de opperzangmeester, onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardige schrijvers.
Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God, uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid, en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie, uit de elfenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken, van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Zullen we bidden? Heere almachtige heilige God in de hemel, driewerf heilig, 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 heilig zijt gij. U die een ontoegankelijk licht bewoont, hoe zouden wij kunnen naderen voor uw aangezicht? Heer, u zou ons moeten wegdoen. U zou ons moeten wegwerpen met de mannelijke wegwerping. Wij kunnen u niet ontmoeten, zo zondig en zo onheilig als we zijn. Maar o wonder van genade, dat u uw Zoon gezonden hebt, opdat wij in zijn aangezicht uw aangezicht zouden kennen. En Heere, vanavond dan heeft er al zo'n wonderlijke psalm geklonken over uw grote schoonheid, o Heer Jezus Christus, hoog te loven. Uw schoonheid, die de schoonheid van de mensen ver te boven gaat. Maar ach, Heere, een van de gevolgen van onze zondeval is dat wij ons gezichtsvermogen zijn verloren. Wat lelijk is, dat beminnen wij. Wat zondig is, dat begeren wij. En wat nou zo heilig is en zo goed is en zo schoon is. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die mens geworden is. Van Hem werd gezegd en van Hem zeggen wij alle van nature. Wij achten hem dat hij van God geslagen en verdrukt was. Aan hem is geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar o Heilige Geest, kom dan vanavond en open onze ogen voor zijn schoonheid. In het spreken en in het luisteren. Zend uw Heilige Geest, Heer, opdat wij hem zouden zien.
dat het zou mogen zijn die onze ziel lief heeft. Dat wij aan zijn voeten zouden mogen vallen en hem zouden mogen aanbidden. Hem alle lof zouden mogen toebrengen die hij zo waard is om te ontvangen. Want o Heer Jezus Christus, u kwam om de wereld met uzelf te verzoenen. U kwam om de zondaren zalig te maken, maar u bent gekomen tot het uwe, maar de uwe hebben u niet aangenomen. In deze wereld is er helemaal geen behoefte aan u. Is er geen mens die naar u verlangt, is er geen mens die enige schoonheid in u ontdekt. En daarom, Heer, als u dat vanavond niet geeft, dan kunnen wij er ook niet over spreken. Dan zijn het holle klanken, holle woorden. Zonder wetenschap, zonder kennis, zonder bevinding, zonder zoetigheid. En als we dan vanavond luisteren en we horen spreken over hem, de Heer Jezus Christus, en ons hart blijft koud, o Heer. Wat een verschrikkelijke avond dan. Om hier dan een uur te moeten doorbrengen en om te horen spreken over hem. Als u dat geeft en ons hart blijft gesloten. Ons hart blijft vol afkeer vervuld. Spreek ons niet van hem. Spreek ons van mensen. Spreek ons van bevindingen. Spreek ons van waarheden. Spreek ons van inzichten. Maar spreek ons niet van hem. Want dan barsten onze harten. Maar Heer, doe onze harten niet barsten. Maar doe onze harten smelten. Door liefde af te druppen in ons hart. Neem dan alles weg wat hinderen kan, Heer. Geef de opening van uw woord. Als u sluit, wie zal dan openen? Maar als u opent, wie zal dan sluiten? Wil uw volk vertroosten? Wil de bekommerde tot de kennis van uw lieve zoon brengen? En wil de verharde zondaar, die niets van u weten en ook niets van u willen weten, wil ze vanavond eens bij de hand nemen? En hen tonen wat het is om deze Christus te missen. Wilt u het geven, Heere? Geef dan alles wat nodig is. U weet wel dat wij het niet kunnen. Maar we hebben het nooit gekund, Heere. Het is altijd alleen genade. Het is alleen altijd maar door u alleen. En daar werpen we ons ook vanavond op, Heere. Komen we om, dan komen we om. Geeft u Aarons en Hurs om in de geestelijke strijd die zo meteen ontbrandt om de zielen van de hoorders, om onze armen omhoog te houden, opdat wij zouden ontvangen en uitdelen. De hele avond maar nou zou zijn met één hand te ontvangen en de andere hand te mogen uitdelen door u, uit u, tot u, opdat uw naam verheerlijkt zou worden. Wij vragen het van u. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik was in de voorbereiding wat aan het zoeken, of nog eens een mooi boek kon vinden. Dus was ik aan het kijken in een boek van Durham over het Hooglied. En daar kwam ik een heel klein boekdeeltje in tegen van Jacobus Koelman over Psalm 45. En staat boven het kleine hooglied. Dus dat is eigenlijk Psalm 45 is eigenlijk een klein hooglied. En ik dacht vanavond daar iets over te zeggen als de Heer het geeft. Want het is makkelijk om te spreken over geschiedkundige waarheden. Het is ook best mogelijk om naar wat studie te spreken over, ja, aardrijkskundige dingen, hè, over het land Israël en dat soort dingen. Het kan ook best nog wel na wat studie en het lezen van wat levensbeschrijving om wat zinnigs te zeggen over bevinding. Maar over Christus te spreken, ja, dat gaat natuurlijk niet. Dat gaat alleen als het hart ervan vol is. Zo begint die psalm ook. Die psalm begint, mijn hart brengt een reden voor, mijn hart begint te borrelen, mijn hart wordt warm. Ik word vervuld met de liefde van Christus en dan kan ik over hem spreken. En daarom als dat vanavond niet gegeven wordt, ja, dan wordt het niets. Dat is altijd zo, maar vanavond is dat echt zo. Zeker als het hierover gaat. En daarom, het is altijd goed om
om bidden te luisteren en luisteren te bidden en het zo met elkaar alleen van de Heer te verwachten. Ik wilde voordat we gaan beginnen met die psalm eigenlijk eerst met u even een bezoek brengen. Ik wilde een bezoek brengen in het ziekenhuis bij een man die op sterven ligt, een man die op zijn uiterste ligt. Iemand die nog een vrij korte tijd te leven heeft. En ik zou met jullie daar naar naartoe willen gaan, kinderen, en dan wil ik graag vragen aan die man: ga jij naar de hemel? Want dat is toch het allerbelangrijkste, toch? Niet heb je veel geld gehad, heb je een mooie auto gehad, heb je een mooi gezinnetje gehad, maar één ding is nou belangrijk, man. Nou ga je sterven, ga je nou naar de hemel toe? En die man die zegt: nou, ik heb geleerd, ik moet God aanbidden tussen vrees en hoop. Wij moeten niet vanzelfsprekend aannemen dat wij in het paradijs in de hemel zullen komen. De zekerheid van het einde van de reis, of ik in de hemel zal komen, die zekerheid heb ik niet, maar die zekerheid heb ik ook nooit gezocht. Want als je die zekerheid wel in je leven hebt, je weet zeker dat je naar de hemel gaat, dan ga je natuurlijk leven zoals je wil, hè. Dan ga je zondigen, neem het allemaal niet zo nauw, want het komt toch goed. Hij zegt: en als ik dat nou doe, als ik dat nou zeker weet en ik ga daardoor zondigen, dan zou ik door dat zondigen de zekerheid van mijn aandeel in de hemelse heerlijkheid verliezen. Hij zegt dus: het is niet goed om bij voorbaat ervan uit te gaan dat je zalig wordt. Ja, maar man, je ligt op je sterfbed. Ja, maar ik weet het niet zeker. Maar ik denk ook dat het niet nodig is, sterker nog, dat het slecht is om het zeker te weten. Ja, maar je ligt er toch rustig bij. Maar ik mag er ook bij voorbaat niet van uitgaan dat ik verloren ga. Dat ik naar de hel zal gaan. Want dan zou ik wanhopen aan de barmhartigheid van God. En dat is ook zonde. Ik heb in mijn leven heb ik goede dingen gedaan. En in mijn leven heb ik slechte dingen gedaan. En ik geloof dat God mij na mijn goede dingen belonen zal. En na mijn slechte dingen zal hij mij moeten straffen. En dat zal God als het ware in de weegschaal leggen. En daar heb ik ook nog eens een keertje voor die slechte dingen heb ik berouw getoond in mijn leven. Dus ik ben op mijn knieën gegaan. Ik heb God vergeving gevraagd voor de dingen die ik verkeerd gedaan heb. En dan hoop ik dat God dat dan in de weegschaal erbij legt bij mijn goede werken. En dat het dan doorslaat en dat ik dan in de hemel kom. Maar, zegt die man, het is niet zeker. Ik weet het niet zeker. Maar ik wacht het gelaten af. Het komt zoals God het wil. Straks, dan sterf ik en dan steek ik het ravijn over een weg. En onder die weg, daar brandt het hellevuur. En die weg is zo breed als dat mijn leven geweest is. Dus als ik een goed leven heb gehad, heb ik een brede weg en kom ik zeker in de hemel. Maar als ik een slecht leven heb gehad, als toch mijn zonden meer zijn geweest dan mijn goede zaken, dan is die weg smaller. En hele slechte mensen, zegt deze terminaal zieke man, die moeten over die weg, maar die is zo dun als een mes. Die hebben niet alleen het risico dat ze er afvallen, maar die worden ook door de weg zelf gesneden. Nou. Is er iemand vanavond die zegt: nou, dat is ongeveer mijn leven. Zo is het ongeveer met mij gesteld. Naar de hemel gaan, dat zou ik zo niet durven zeggen. Maar naar de hel, wanhopen aan Gods barmhartigheid? Nee, dat mag ook niet, dat is zonde. Ik heb goede dingen, ik heb slechte dingen. Ik ben al veel naar de kerk geweest, veel goede dingen gedaan, veel boeken gelezen. Het serieus genomen, ik heb ook zonde gedaan, maar dat ook wel best wel berouwvol, toch wel beleden.
En als ik nou sterven moet, en zo leef ik eigenlijk ook, hè, ik ben een beetje gelaten. Het ligt dan een beetje rustig voor me, want als ik sterf, dan weet ik niet precies, maar ja, het zal toch zo ongeveer wel goed komen. Is er iemand vanavond, die hoeft die vinger niet op te steken, maar die zegt, nou, dat ben ik eigenlijk. Dat ben ik eigenlijk. Ik las het bij ene Sheikh Mohammed al-Munajjid, een moslim. Ik heb, om het wat aansprekender te maken, Allah vertaald voor God, maar dit was het verhaal van een moslim Sheikh die vertelt hoe een moslim aan het einde van zijn leven voor de poorten van de dood ligt. Weet het niet zeker, wanhoop niet geheel aan Allah's barmhartigheid. Heeft goede dingen, heeft slechte dingen. Uiteindelijk gelaten, zegt hij dan, inshallah, als God het wil. Ik weet de tijd niet. Ik zat dat zo te lezen. Ik dacht, jongen, dat lijkt nou toch precies op onze godsdienst. Toch? Het is eigenlijk een soort spiegel, hè? Blijken we toch op moslims te lijken. Beetje goede werken, beetje slechte werken, beetje zo. Misschien. Zeker weten? Nee, dat is helemaal uit de boze. Dat is voor hoogmoedige mensen. Zekerheid bestaat al in het geheel niet. Nee. Maar wanhopen ook niet hoor. Dat is ook niet goed. Zo, dat een beetje. Sheikh Mohammed al-Munajjid. Kinderen, als we nog een tweede reis maken. We zijn toch in het ziekenhuis. We nemen nog een andere kamer. En daar vinden we een vrouw. En we vragen aan die vrouw, als jij nou sterft, hoe is het dan met je? En ze zegt, Gods gerechtigheid verdraagt geen smet, geen zonde. Als ik sterf, dan kan ik niet bij God komen, want God kan met een onheilig mens geen gemeenschap hebben. En ik ben onheilig, ik ben zondig. Maar, zegt ze, God is ook barmhartig. En hij wil dat niemand verloren gaat. Ze zegt, en daarom als ik sterf, en dan wordt dat een conflict eigenlijk. Hè? Dat gaat tegen elkaar in. God wil genade bewijzen en hij wil zijn recht handhaven. En dat vormt een probleem. En daarom, als ik sterf, dan ga ik naar het vagevuur. Dat is echt nog gewoon de leer van de Rooms-Katholieke mensen. Er lopen er nog genoeg van rond, ook in Nederland. Ga ik naar het vagevuur en dan ga ik een tijdje lijden. Ik moet een tijdje lijden waardoor God aan zijn rechtvaardigheid wordt voldaan. En als God dan genoeg is voldaan in mijn lijden, dan kan daarna zijn barmhartigheid ruim baan krijgen. En dan mag ik uit het vagevuur naar de hemel. En ik hoop natuurlijk dat het niet lang duurt. U zegt, nou, dat is dan niet toepasselijk op mij. Dat had u net aardig gedaan, maar nou niet. Want dit heeft niks met mij te maken. Nee, maar dat conflicteren van Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid. Dat zijn twee dingen, die krijgen wij niet bij elkaar. En heel veel mensen, die zitten daar ook in vast. Sommigen zeggen, nee, ik hoop op Gods barmhartigheid. Anderen zeggen, nee, voor mij is er geen hoop, want God is rechtvaardig. Maar waar die Rooms-Katholieke vrouw het nou niet bij elkaar krijgt en er een vagevuur voor nodig is om het dan met elkaar in overeenstemming te krijgen, heeft u daar nou een antwoord op? Hoe kan het nou dat een christen, dat is dan de derde kamer die we bezoeken, komen we een derde kamer binnen en daar ligt een oud vrouwtje in bed en die ligt ook op sterven en we vragen, vrouw, hoe is het? Waar gaat u naartoe? Ze zegt, nou, naar de hemel. Weet u dat zeker? Ja. Weet u dat heel zeker? Jazeker. Heeft u dan wel genoeg goede werken gedaan? Nee. Heeft u zich wel van heel veel verkeerde dingen onthouden? Genoeg om God toch gunstig te stemmen? Nee, zegt ze. Nee, ik heb heel veel verkeerd gedaan. Ik moet met Paulus zeggen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het goede wat ik doen wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ach, vrouw toch, maar dan, hoe moet dat dan goed komen? Want u weet het wel zeker. Ja.
En hoe zit dat dan met Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid? Nou, zegt ze, dat is iets heel bijzonders. Ik ben in mijn leven helemaal vastgelopen met die rechtvaardigheid van God. En met die barmhartigheid van God. En ik kreeg het niet bij elkaar. Totdat de Heer mijn ogen opende en ik zag dat er een man gekomen is. Ja, en dan beginnen de ogen te glimmen van die vrouw. En dat begrijp je wel. Ze zegt, ik heb geleerd dat er een man gekomen is. De Heer Jezus Christus. En die heeft die barmhartigheid en die rechtvaardigheid samengebracht. Die heeft de rechtvaardige eis van God vervuld. En die heeft de barmhartigheid en de liefde van God verheerlijkt. En dat samengebracht in hem. Ze zegt, en nou ben ik door het geloof met hem getrouwd. Met hem verenigd. Ze zegt, en nou betekent dat dus dat Gods rechtvaardigheid, de hitte van Gods gramschap is geblust. En Gods liefde en Gods barmhartigheid ben ik ten deel geworden. Nou, en weet u dat zeker? Ja. Hoe weet u dat dan zo zeker? Heb u daar wat voor gedaan? Nee, niks voor gedaan. Maar hoe weet u dan zo zeker dat dat wel waar is? Nou, zegt ze, omdat Christus met zijn hart borg geworden is. En hij is God, de onveranderlijke. En daarom geloof ik dat hij de betrouwbare is. En dat ik straks, als ik sterf, de doodjordaan door moet. En dat ik dan in die Jordaan een ark zal vinden. De Heer Jezus Christus. Met in die ark de wet. Het wetboek, die rollen, met daarbovenop een gouden deksel, het verzoendeksel. En als ik daar dan naar kijk, hè, dan zie ik dat de wet, de rechtvaardigheid van God, die de verdoemenis eist, tot zwijgen is gebracht doordat Gods genade in Christus daarop is gelegd. Tot zwijgen is gebracht. En dan weet ik zeker dat ik naar de hemel mag. Achter. Wat hebben we toch een mooie religie, hè? Kijk, bij die Roomse, nou, dat is niks, dan moet je sterven, dan moet je naar een vagevuur. Dan ben je moslim, nou, dan moet je van alles doen en alles hopen, maar je weet niks zeker. Wat een ellendige religie, hè, als we een christen genaamd worden en het bestaat uit onduidelijkheid en uit onzekerheid en uit verwarring en we het niet weten en het allemaal, maar ja, hoe zit het nou toch? Ik weet het ook niet zeker, als ik dan sterf, nou ja, dan hoop ik maar dat ze op mijn rouwkaart zetten dat goed met me is, want ik weet het niet. Ik weet het niet. De catechismus zegt dat ik weet, het geloof is een vast vertrouwen dat al mijn zonden mij om Christus wil vergeven zijn. Ik weet het. Nou, ik had nog wat over boeddhisten en zo, maar laat dat maar rusten. Voor nu. Begrijpt u nou dat als ik dan aan dat vrouwtje vraag, hè, dus die derde kamer in dat ziekenhuis, die vrouw die daar dan verteld heeft dat ze gelooft, dat ze eeuwig zalig wordt. Als ik aan haar dan vraag, nou en vertel daar dan eens wat over. Dat ze dan zomaar haar bijbeltje zou kunnen pakken. Mag u ook doen hoor. En dat ze dan Psalm 45 zou opslaan. En dat ze zegt, mijn hart, vers 2, geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Ze zegt, wil u er wat van weten? Wil u wat weten over die koning van mij? Over die zaligmaker, die Christus? Wilt u dat ik daar wat over vertel? Nou, ik heb daar al gedichten over gemaakt. Ik heb er al over geschreven in mijn leven. En uit dat nachtkastje komen zo wat papiertjes. Zo'n dagboek of zo, of blaadjes zomaar. En dat vrouwtje heeft geschreven in haar leven. Wie God is. En dan zegt ze, mijn tong is als de pen van een vaardige schrijver geworden. Dus toen de Heilige Geest in mijn leven kwam en de liefde van God vaardig over mij werd, toen kon ik niet meer zwijgen. Toen ben ik het gaan vertellen tegen mijn kinderen en tegen mijn man en tegen ieder die maar tegenkwam. Dat God bestaat. En dat er een zaligmaker is. En dat voor mij er doen aan was. En dat ik van al mijn zonden verlost ben en dat ik voor eeuwig naar de hemel ga en dat Christus mijn liefste is. Ze heb ik verteld. Ze zegt, maar mijn tong is ook als een pen geworden en ik ben gaan schrijven. Als een vaardige schrijver. Mooi hè. Nou vrouw, wat heb je dan geschreven?
Vertel het eens. Nou, vers 3. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Ze zegt, wil je het weten? Wil je wat van hem weten? Hij is veel schoner dan de mensenkinderen. U zegt, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen zijn zo schoon en zo dierbaar. Ik heb pas een kleintje gekregen. Maar ik naar kijk, zo lief, zo lief. Maar zegt dat vrouwtje, ze zegt, maar hij is nog veel schoner. Veel schoner. Ze zegt, als ik het kon zeggen, dan zou ik het zeggen, maar ik kom niet uit. Ik kan alleen maar uitroepen, schoner dan alle mensenkinderen. Ja, maar waarom dan? Wat maakt nou die schoonheid uit van deze koning? Wat maakt nou dat Christus zo schoon voor u is, vrouwtje? Zeg het eens. Ze zegt nou, omdat, vers 3, halverwege, omdat er genade is uitgestort op zijn lippen. Er is op de lippen van Christus genade uitgestort. Ze zeggen, dat heb ik beleefd. Toen ik met al mijn zonden en al mijn ellende mij tot hem ter genezing wendde. Toen ik moest goedkeuren als hij mij voor eeuwig zou wegschoppen. Toen hij tot mij zei dat het voor de hondenkers niet is. Toen zei ik, ach, onder de tafel dan. Toen ik het er helemaal mee eens was als hij nooit meer naar mij om zou zien. Omdat ik alles verzondigd heb. Omdat ik niet alleen tegen zijn vader en tegen het recht van God gezondigd heb, maar omdat ik ook zijn liefde vertrapt heb en, ja, en 10, 20, 30, 50, 70 jaar lang zijn liefde verre van mij heb gehouden. Ze zegt, toen is er toch wat wonderlijks gebeurd. Ik ben getrokken tot hem. Later ben ik het gaan zien dat het God de Vader was die mij trok tot Christus. En toen ben ik bij hem gekomen en toen heb ik al mijn zonden en al mijn ellende en ik heb alles aan hem verteld. Ik heb het allemaal eerlijk verteld. Ik wil niets daarvan voor u verhelen. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ik heb alles aan hem verteld. En terwijl ik dat deed, keek hij op mij neer met die heilige ogen. En ik dacht, oh, hoe kan deze heilige God, hoe kan deze heilige Christus, deze Godmens, nou, gemeenschap oefende met mij, toch niet mogelijk. En is hij nog zo rechtvaardig, hè? Zo, die met geen zonde gemeenschap kan hebben, hij haat het goddeloze. Ze zeggen, toen was ik uitgepraat. En toen begon ook nog die Satan mij aan te klagen. Ze zeggen, toen kwam ook nog mijn eigen geweten erbij en ik werd aan alle kanten werd ik aangeklaagd als zijnde verwerpelijk. Ze zegt, en toen begon hij te spreken. Zijn lippen begonnen te bewegen. En terwijl ik dacht dat van zijn lippen zouden komen woorden van toorn en woorden van verbittering en woorden van verwijt, kwam van zijn lippen genade druppen. Genade drupte op mij neer. McChain zegt, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft me gered van het vonnis der wet. Dat zal mijn zwanenzang tot in alle eeuwigheid zijn. Genade alleen. Genade. Op zijn lippen uitgestort. Dat komt niet uit zijn lippen voort. Maar dat wordt uit de hemel op zijn lippen uitgestort. Het is de liefde en de genade van God. Die door Christus, door zijn lippen tot ons vloeit. O liefde Gods des vaders, o liefde Gods des zoons. En er is er nog wat anders wonderlijks gebeurd, want die woorden zijn niet alleen op mij neergedrukt, maar de Heilige Geest heeft ondertussen in mijn hart dat geloof ontstoken, waardoor ik die woorden die hij sprak mocht geloven. Liefde des vaders, liefde des zoons, liefde des Heilige Geestes, alles liefde, genade, uitgestort in of op zijn lippen.
Zo heeft God, het einde van het derde vers, zo heeft God Christus gezegend. Het is op zijn lippen uitgestort. Ach. Ach, mevrouw, mama, vrouwtje. Deugde u dan? Nee, zegt ze, nee. Maar was u dan net? Zegt ze, nee, ook niet. Was u dan, ja, was u dan al veranderd? Nee, nee. Maar had u al veel goede dingen gedaan? Nee, nee, nee. Maar wat heb u dan gedaan om dit? Nee, ik heb niks gedaan. Ik heb het allemaal uit genade alleen gekregen. Genade. Als je genade letterlijk vertaalt, dan is een van de betekenissen goedkeuring. Als Christus genade schenkt, als God genade schenkt, als de Heilige Geest genade schenkt, dan ontvang ik goedkeuring. Dan lig ik daar aan zijn voeten. Dan ben ik verdoemeniswaardig. En ik ben alles behalve goed. Maar dan ontvang ik genade en dan zegt God, u bent goed. U zegt, nou dat lees ik nergens in de Bijbel. Jawel hoor, Hooglied. Dan zegt de bruid, ik ben zwart. Doch lieflijk. Ach, zegt de bruid, ik ben zo vuil. Ja, maar gij zijt schoon, mijn vriendin. Mijn liefste. Mijn duiven. Begrijpt u? Dus genade is dat het goed is tussen God en tussen mij. Genade is dat God mij goed acht. Dat ik daar lig met heel mijn verzondigde bestaan en dat de Heere zegt, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. Dus God kijkt naar mij. En wat ziet hij? Een zondeloze man. Daar in dat ziekenhuis, die vrouw, die zegt, ik ben zondeloos. Als had ik in eigen beweging, in eigen kracht, aan de hele wet van God voldaan. En daarom zegt de Heere, ik zal nooit meer op u toornen. Ik word nooit meer boos op je. Ik zal nooit meer op je schelmen. Ik zal je nooit meer iets verwijten, want je bent heilig. Je bent volmaakt. Je bent goed in mijn Zoon, in Christus. Ach, genade. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Hè? Kijk eens, als je naar vers 4 kijkt, dan zie je ineens een omslag. Wat gebeurt er nou? Die vrouw heeft verteld van die genade die ze zelf ontvangen heeft. En ze is als het ware met ons in gesprek en ineens, dan keert ze zich met haar gezicht van ons af en ze kijkt omhoog. En ze zegt, gord uw zwaard aan de heup, o held. Dus ze stopt met spreken tegen ons. Nu worden wij toeschouwer, nu worden wij luisteraar. En we zien dat vrouwtje omhoog blikken. En ze zegt, gord uw zwaard aan uw heup. Lieve, dierbare Heer Jezus Christus, die met uw bloed voor al mijn zonden betaald hebt. Nu vraag ik u, gord dat zwaard van uw woord aan uw zijde. Ga de wereld rond en verover nog veel meer zielen. Uit het kamp van de Satan en hecht nog veel meer zielen aan de kroon van u, o middelaar. Wie genade ontvangen heeft, wie genade van de lippen van Christus heeft mogen ontvangen, die krijgt een hartelijke begeerte, uw koninkrijk komen. Kom, Heer Jezus, kom, God het zwaard aan uw zijde. Kom er vanavond bij, Heer Jezus, en ga de rijen door met dat vlijmscherpe, tweesnijdend scherpe zwaard. En doorsteek al die hordes. Dat wij allemaal dodelijk verwond de handen zouden vouwen en de hemel zouden bestormen. Wee mij, want ik verga. Dodelijk verwond. Afgesneden van onze levensader. Van onze slagader waarmee wij aan Adam zijn verbonden, losgeslagen en ingeënt in Christus, aan de levensader van Christus verbonden te worden. Het is mijn hartelijke begeerte, hè? Dat u vanavond geraakt wordt. Niet door een of andere
Ik denk het, iets interessants, iets nieuws, nooit gehoord. Och, mooi, interessant gebracht, niet interessant, maakt niet uit, het gaat niet om. Geraakt door het woord. Niet door de spreker, niet door de omstandigheden, niet om wat dan ook. Maar geraakt door het woord. En dat woord is tweesnijdend scherp. En daarom is het levensgevaarlijk om hier te komen. Kijk, als je Christus niet wil dienen. Als je niet zalig wil worden. Als je niet naar de hemel wil gaan. Als je niet bij Gods volk wil behoren. Als je deze Christus niet wil kennen, moet je hier nooit meer komen. Want je loopt hier het grote, grote gevaar. Om geraakt te worden. Door het zwaard van het woord. Je loopt hier het grote gevaar om afgehouden te worden van Adam, om ingeënt te worden in Christus. Je loopt het grote gevaar om verlost te worden van het grootste kwaad en gebracht te worden tot het hoogste goed. Ach, kom! God, uw zwaard aan de heup, o held. Waarom is dat nou, o held? Wel, wij zijn van nature, zijn wij allemaal aanhangers van de Satan. Nou, en als er eentje machtig is, is het Satan, hè? Jezus zegt zelf van de Satan dat het een sterke held is. Die zijn hof, zijn tuin bewaakt. De Satan die zit er dicht bovenop. Dat je niet bekeerd wordt. Hij vindt het levensgevaarlijk dat je hier bent vanavond. Straks naar huis en dan snel praten. Hè? Maar zullen we het eens over hebben? Maakt niet uit eigenlijk. Maar niet over het woord. Dat moet je doen. Hè? En voordat je bij je auto bent al je telefoon pakken. Voordat je bij je auto bent al... Kunnen we ergens nog vogels vandaan halen om het zaad te laten oppikken? Ja, of wat erbij? Zeg, levensgevaarlijk, hè, dat woord. En daarom, het heeft geen enkele zin wat ik vanavond doe. Geen enkele zin. U wordt er nooit bekeerd van. En daarom roepen we de held in. God, uw zwaard, o held. En kom. Vers 5, en rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid. Doet u het, Heer Jezus. Anders helpt het niet. Rijd u voorspoedig op het woord van uw waarheid. En dan staat er en rechtvaardige zachtmoedigheid. Ja, dat is wonderlijk, hè? Wij houden wel van zachtmoedigheid, maar niet van rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is straf. Zachtmoedigheid is vriendelijk en is lief. Heren, zouden we dan de zachtmoedigheid kunnen krijgen en dan de rechtvaardigheid niet? Nee, zegt Psalm 45, als u met mij van doen krijgt, krijgt u te maken met rechtvaardige zachtmoedigheid. Dat is genade, zeker, maar wel door recht. Dat is verzoening, zeker, maar wel door voldoening. Dat is kwijtschelding van schuld en van straf, zeker, maar wel door betaling. Daarom... God, uw zwaard aan uw heup, Heer Jezus. Kom, o held, overwin de Satan. Rijd voorspoediglijk hier door de rijen heen. Rijd voorspoedig de wereld door. En doe dat met uw woord en waarheid op een rechtvaardige, zachtmoedige manier. Vers 6, uw pijlen zijn scherp. Ja, de pijlen die worden afgeschoten, de pijlen van Gods woord... Zijn vlijmscherp, als je vanavond geraakt wordt, dan word je dodelijk verwond. Maar één ding wil ik zeggen, voor Christus, als de ruiter op het witte paard een pijl afschiet in je hart, dan doopt hij het diep, zeer diep in de liefde. En dan schiet hij in je hart en dan ben je dodelijk verwond en toch, liefde. Als hij slaat, dan treft hij. Kijk, een natuurlijke vader kan zijn kinderen slaan in toorn, in woede of wat dan ook. En dan bereik je er eigenlijk niks mee. Maar het slaan van Christus is liefdeslaan. Is slaan, maar dan naar zich toe. Kom, op alle tot mij die vermoeid en belast zijn, daar een pijl met de boog. Daar met het zwaard. U wordt geraakt. U bent dodelijk verwond. U moet sterven, maar het geeft niet. Want Paulus zegt, ik ben gestorven, maar ik leef. Want Christus leeft in mij. Laten we eerst maar een versje zingen.
Psalm 72. Psalm 72. Vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen, na. Kerkgeschiedenis die vol was van de liefde van Christus, is het denk ik Samuel Rutherford. Ik las bij hem, hij zegt, och, dat de hemel, hè, dus dat is het uitspansel, van binnen en van buiten van papier was. Och, dat de aarde van papier was. Och, dat al de rivieren van papier waren, al de fonteinen en al de zeeën inkt waren. En dat ik dan bekwaam was om al dat papier, hè, dus de binnenkant en de buitenkant van het heelal, heel het aardrijk, alles papier. Al de zeeën, al de rivieren, al de fonteinen inkt. Hij zegt, en als ik dan bekwaam was om dat papier van binnen en van buiten vol te schrijven, van zijn lof en van zijn liefde en van zijn voortreffelijkheid, zodat het door al de mensen en al de engelen gelezen kon worden, dan was het veel te weinig. Mooi, hè? Al zou alles papier zijn en de zee van inkt, kinderen, en ik zou beginnen te schrijven en ik zou me zo'n ouderwets kroontjespennen zou dopen in de inkt, in de zee. En ik zou gaan schrijven, zo, hè? Op de hemel helemaal zo. En heel de aarde. Alles papier. Ik zou alles volschrijven wie God is. Wie Christus is. Hoe heerlijk Hij is, hoe beminnelijk Hij is. En ik zou dat allemaal volschrijven. Ja, dat is nog niet genoeg, zegt hij. Ik heb er geen woorden voor. Ergens anders roept hij uit. O schone zon, o schone maan, o schone sterren, schone bloemen, schone rozen, schone lelium. Maar o 10.000 maal schoner is de Heer Jezus Christus. O schone, schone, eeuwig schone Heer Jezus, die glans van u, o oneindig schone. Heer Jezus. Begint het al te borrelen van binnen. Komt het al. Net als die psalmen.
Begint het al regenen voor te brengen? Begint het al te borrelen van binnen? O, dat ik woorden voor hem had. Wat heb ik hem lief. Mijn bruidegom. Mijn liefste. Mijn vriend. Mijn beminnelijke. O, al wat aan hem is gans begeerlijk. Mijn liefste is blank. Hij is rood. Hij draagt een banier boven 10.000. Is het al bezig van binnen? Of zeg u van bezig? Er gebeurt niks. Er gebeurt helemaal niks. Ach toch. Niks. Niks. Ach toch. En ben u wel bekeerd? Ja. Ja ja. Oh. En er gebeurt niks. Nee. Gebeurt dat nooit, dat borrelen? Nee hoor. En wel bekeerd, ja. Niet door God hoor. Niet door God hoor. Dat doet de duivel. De duivel bekeert mensen. En dan maak je van alles mee. Maar het gaat buiten Christus om. Dan kun je als die moslim. Ja, dat is ook mooi in het begin, hè? Prachtig hè. Rechtzinnig hoor. Dan mag je niet wantrouwen aan Gods barmhartigheid, Gods rechtvaardigheid. Ja. Goede dingen doen, God is streng, allemaal prachtig, maar waar is Christus? Ja, dat is gewoon een profeet, oh ja, van de duivel, van de duivel. Echt waar, lieve mensen, als u een geestelijk leven spreekt en de liefde van Christus drinkt u niet, brandt niet in u, is niet levendig in u, en ook nooit geweest, dan moet ik het u vanavond zeggen, dan in rechtvaardige zachtmoedigheid, zou ik het eens zo mogen zeggen, dan bent u van de duivel bekeerd. En dat zeg ik uit liefde. Want daar heb u niks aan. U hebt niks aan een zaligheid zonder zalig maken. En twee, als u nou zegt, ja, dat ken ik wel hoor. Ik geloof dat ik bekeerd ben. En dat borrelen van binnen, ja, dat ken ik ook wel van. En ik zeg u van, ik vraag u vanavond, en hoe lang is dat dan ongeveer geleden? En u zegt, nou ja, 15 jaar geleden dat de Heer in mijn leven is gekomen. Ja, de eerste liefde, nou, vergeet die snel hoor, nee. En toen, nou ja, dan moet je dat geloof leven, zeggen ze dan, ja. Is dat dan het excuus om dan dus de bruidegom voortaan links te laten liggen? Is dat het? Dan moet ik u vanavond echt uit de grond van mijn hart waarschuwen. Bekeerd zijn, begenadigd zijn, is gehuwd zijn met Christus. Een droevig huwelijk wat gesloten wordt in een gemeentehuis. Eventueel nog een receptie en daarna zien we elkaar nooit meer terug. 15 jaar geleden, maar ben echt getrouwd hoor. Ja. Nou, wat dat voor huwelijk is. Maar lieve vrienden, ik zeg dat alleen maar omdat Christus het waard is om als u genade ontvangen hebt, dat u dicht, zeer dicht bij hem leeft. En zijn gemeenschap zoekt. En zijn genade zoekt. En zijn lippen zoekt. Druk nog eens wat van die genade, Heer Jezus. Zeg het nog eens tot mijn ziel in haar geween, kom. Zeg het nog eens. Ik ben uw heil alleen. Echt waar, Heer Jezus, ja. Echt waar, ja. Ja, maar ik heb alles verzondigd, ja. Maar ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. Ja, maar wist u wel wat u kocht dan? Ja, want ik ben al weten. Heb ik het nog steeds niet verzondigd, Heer Jezus? Nee. Ja, maar al mijn zonden dan? Ja, maar mijn bloed was te reinigd van alle zonden, joh. Wonder. Wonder. Zou u er nou geen lust in hebben? Om deze Heer te vrezen. Kinderen van God, zou je er nou geen lust in hebben om met deze Heer Jezus dagelijks te wandelen? Wat ligt niet aan hem hoor. Kijk, dat zeggen we dan ook. Hè. Zeggen, ja, zo gaat dat hè. Zo gaat dat. Ja, maar zo hoort het niet. Ja, maar zo gaat het wel. Ja, dat weet ik ook wel, maar tot onze schande. Want hoe komen we nou elke keer weer in die dieptes? Dat we weer aan het aardse verkleven. Dat we weer alles lief krijgen boven en buiten hem. En dan zegt Psalm 45. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren.
kind van God. Het vraagt een radicale keuze om voor hem te leven. En als je je man, je vrouw, je kinderen, wat dan ook, lief hebt boven mij, zegt de Heer Jezus, dan bent u mijns niet waardig. Ik zeg dat vanavond echt oprecht uit de grond van mijn hart, omdat ik hoop iets te mogen zijn van een Eliezer, een bruidswerver voor Christus. En dat maakt dat ik alle onbekeerden bij Christus hebben wil, maar al degenen die bij hem zijn gebracht en die met hem verenigd zijn, die wil ik daar zien. Want die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Ik zou de kerk zo graag vruchtbaar willen zien. Uit de gemeenschap met hem. Ik wilde eindigen met een paar zinnen. Lieve Heer Jezus, hemels schoon, diep gedaald van 's hemels troon, zwaar veracht, zo werd uw knecht, geheel verbrijzeld onder het recht. Arm geworden, zwaar belaan, met 's mensen zonden wilde u gaan. Bespuugd, bespot en zwaar geslagen, zelfs het kruishout wilde u dragen. Louter liefde was het wat u dreef, het deed u bidden, Vader, vergeef. Het is volbracht, de aarde beeft, eeuwig leven voor wie u heeft. Gaat dan heen en zegt het voort. Genade en vrede moet worden gehoord. Komt tot Christus, hoort zijn stem. Zalig wie gelooft in hem. Laten we eindigen. Zalig wie gelooft in u, lieve Heer Jezus Christus. Johannes zei het, zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Hef onze hoofden op, open onze ogen en doe ons op uw blikken, Heer Jezus. Het Lam, de Borg, de Zaligmaker, de Bloedbruidegom, de Christus, de Immanuel, God met ons. Lieve Heer, heb dank voor wat u gaf. Wilt u geven dat al onze harten mogen worden ontstoken door berouw. Ontstoken in boete. Ontstoken in de belijdenis. Dat u naar recht handelt als u nooit meer naar ons omziet. Maar o, laat dan die genade, o Heer Jezus Christus, die u van uw Vader ontvangt op uw lippen, u dan in liefde tot ons ontsteken. En spreek van genade. En spreek van verzoening. En spreek van verlossing. En zeg tot onze ziel, ik ben uw heil alleen. Ik was het al, want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En ik zal het blijven, want het zal nooit eindigen. Tot in alle eeuwigheid toe. Heer, heb dank voor uw woord. Dank dat u gaf dat we zo met elkaar mochten samenkomen. Doe het woord voor spoedig rijden. Gord het zwaard aan uw zijde, o held. Ga uit. Doorsteek. Verlos, verzoen. Verenig. En breng ons dan straks thuis. Mag dan straks de vreugde van onze wangen afstralen. We daar staan, rondom de troon, om u te zien en te zingen met al uw lieve kinderen, samen te zingen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Kom Heer Jezus, kom haastiglijk, verlos nog zoveel als mogelijk zielen. En wilt u dan snel komen?
op de wolken van de hemel. Kom, Heer Jezus, kom haastelijk. Kom. Brengt u ons veilig thuis, Heer. Wil de Satan weren. Om het zaad niet weg te pikken, zeker ook bij onze jonge vrienden, bij de kinderen. U geeft dat het woord ingang mag vinden in de harten en vruchtbaar mag zijn. Tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Zullen we nog één versje zingen? Psalm 25. Psalm 25. Vers 5. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heeren paan. Hun die zijn verbond en worden als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Psalm 25, vers 5.